Als trouwe lezer van ADD-kenmerken.net en de nieuwsbrieven van Jochem, weten wij beide hoe belangrijk het is om jezelf goed te kunnen concentreren. Daarbij is het natuurlijk ook wel essentieel dat je hoofd een beetje leeg is. In deze video wil ik je graag een oefening meegeven waarmee jij jezelf kunt aanleren meer in een ontspannen staat te gaan, wat we de learning state noemen. De learning state oefening is heel erg simpel. Ik heb in de afgelopen jaren, na intens breinonderzoek, een aantal kleine dingetjes toegevoegd waardoor je nog dieper in die learning state kunt komen en dus waardoor je concentratie veel beter zou gaan worden. En dat kun je ook delen met je vrienden of vriendinnen. Je gaat ergens zitten op een stoel en je kiest een punt uit tussen je wenkbrauwen door, schuin kijkend omhoog naar de muur. Wat ik meestal doe is het punt pakken wat precies de naad is, hè, tussen de muur en het plafond. Dan kijk je exact schuin omhoog, of het moet een heel hoog plafond zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan kijk je daarna en het enige wat je doet is naar een punt kijken. Dus je kiest een stipje uit of een hoekje of wat het dan ook is. En je blijft 60 tellen alleen naar het ene punt kijken, zonder dat je met je ogen naar links beweegt of naar rechts of naar onder of naar boven. Je blijft naar het ene punt kijken. Er is namelijk geconstateerd dat op het moment als wij gedurende een periode van 20 tot 60 seconden ons focussen op één punt, dat onze hersengolven eigenlijk al omlaag gaan. Maar nu willen we natuurlijk onszelf echt in die learning state brengen. Dus we voegen een aantal dingetjes toe. We hebben zo een minuut gezeten, alleen maar naar boven kijken. Het is ook lekker ontspannend. En probeer je hoofd zo leeg mogelijk te houden. Alhoewel ik weet dat het voor sommigen heel lastig is. En let goed op je ademhaling. Dus tijdens die 60 seconden dat je even goed heel diep inademt door je neus en uitademt door je mond. Na die 60 seconden, het mag natuurlijk iets langer zijn, sluit je heel rustig je ogen en nu doe je twee dingen. 1. Als je inademt door je neus, dan wil ik je adviseren om je ogen naar achteren te rollen, met gesloten ogen. Tegelijkertijd druk je het puntje van je tong bij dat stukje waar je gehemelte een gewerf heeft, dus waar die omlaag gaat. Okay? Dus druk je met je tong daartussen. Het staat misschien heel raar, maar het gaat nu om jou, om jezelf meer in een ontspannen staat te krijgen. Niet? Wat je dan doet, is op het moment als je uitademt, als je ademt uit door je mond, dan ontspan je je ogen weer en je ontspant je tong volledig. Dit heeft een dubbel effect. Als je ogen namelijk sluit, dan geef je het signaal aan je hersenen om jezelf te ontspannen. We weten dat als we jouw brein aan een neurofeedbackmachine leggen, of een hersenscan, dat we direct een waarneming in de frequentie van je brein zien van meer ontspanning op het moment als je je ogen sluit. Dit is ook heel simpel, want als je ogen geopend hebt, krijg je nog allemaal prikkels binnen. Als je ogen gesloten hebt, krijg je die prikkels niet meer, dus die hersenactiviteiten nemen af. Nu hebben ze ook een direct verband kunnen constateren, neurowetenschappers, tussen de beweging van je tong en tussen je hersenactiviteiten. Als jij je ogen dus gesloten hebt en je houdt je tong volledig ontspannen, wat er dan gebeurt, is je brengt jezelf in een diepe alfa-staat. Nou, hoe zit het dan met het draaien van je ogen en dat aanspannen van je tong tegen je gehemelte aandrukken? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in de studies van hypnose, dan komen mensen dieper in een ontspannen staat op het moment als je ze eerst even een beetje in ontspanning brengt, vervolgens een klein beetje eruit haalt en vervolgens weer in ontspanning brengt. Dat heeft gewoon te maken met dat je lichaam dat balans zoekt. Als jij bijvoorbeeld intens gesport hebt, dus je hebt intens gesport en al je spieren gebruikt, wat er dan gebeurt, is dan ontspan je, waarom niet? Dus hier, dit
kun je vergelijken met een beetje hetzelfde. Je ogen spannen zich, je tong spant zich, je hersenactiviteit gaat iets omhoog en dan adem je uit en je ontspant je volledig. Doe dat nog een minuutje, twee minuten. En je zult dan merken als je je ogen dan weer opent, dat je volledig in alfa-staat bent. Dat je in ontspannen staat bent. En dat je zult merken als je dit een aantal keer doet, en voor sommigen is het een beetje wennen deze ontspannen staat, dat je veel beter kunt concentreren. Want de learning state, daarvan is al bewezen, dat je in deze staat veel gemakkelijker informatie opneemt, dat je hoofd veel helderder is, dat je veel creatiever bent, dat je veel gemakkelijker informatie weer terug kunt halen, daar dus veel beter besluiten kunt nemen, et cetera, et cetera. Nou, als je deze oefening en dit soort tips interessant vindt en heel erg waardevol vindt, dan heb ik er nog 101 voor je. En daarom, als je het echt leuk vindt, zou ik je graag willen uitnodigen naar wat ik noem de Brein Academie, waar ik alles leer wat ik weet over het brein. In de afgelopen 18 jaar heb ik heel wat mensen mogen trainen, begeleiden en heel wat online cursussen en programma's mogen schrijven over het brein, over hoe we ons superbrein kunnen ontwaken, hoe we onze concentratie kunnen verbeteren, hoe we betere tijdsplanning kunnen creëren voor onszelf, hoe we sneller kunnen lezen, hoe we creativiteit kunnen stimuleren, hoe we in die enorme chaos, die berg van informatie, rust kunnen vinden. Daar heb ik een studie naar gedaan. En daarom wil ik je uitnodigen, als je dit leuk vindt, naar de Brein Academie. De Brein Academie zijn 10 online masterclasses, waarin ik dit soort tips, oefeningen, trucs, feiten, weetjes, opdrachten ga geven, ga leren aan jou, om te zorgen dat jij na die 10 masterclasses jouw superbrein ontwaakt. Meer controle hebt over je brein, veel beter weet hoe je met de enorme berg aan informatie kunt omgaan, dat je je concentratie verbetert en nog veel en veel meer. Dus ik hoop dat je meedoet, want sowieso omdat je bezoeker bent van addkenmerken.net, krijg je 50% korting op deze opleiding. Bovendien heb je wellicht al gemerkt hoe enthousiast Jochem is over onze cd, de Boeddha's Brein cd. Als dank, als je je aanmeldt voor de Brein Academie, krijg je voor mij sowieso deze cd gratis thuisgestuurd. Dus ik hoop dat ik je daarmee een plezier kan doen. En ik hoop je te zien tijdens de Brein Academie. Wil je meer tips hebben of heb je vragen over de Brein Academie of over de oefening die ik heb gegeven? Laat het Jochem dan weten en dan zal ik deze beantwoorden samen met hem. Nou, ik wens je een hele fijne dag en ik hoop dat je de komende 7 dagen deze oefening die ik heb gegeven om je concentratie te verbeteren en je hoofd wat leger te maken, voor de komende 7 dagen in ieder geval gaat doen. En als je deze langer doet, gefeliciteerd, want je gaat echt merken hoeveel effect dit in jouw leven gaat hebben. Alleen al deze simpele oefening. Dus ik wens je heel veel plezier hiermee. En wellicht tot de volgende keer.